geen schilder, tekenaar. En dat doe ik al heel erg lang. Dat doe ik eigenlijk al vanaf toen ik klein ben, wist ik al dat ik schilder wilde worden. Dat mijn, ja, voor mij de enige manier is om me uit te drukken en de wereld om me heen te begrijpen. Inspiratie klinkt als iets wat aangezet en uitgezet kan worden. Zo werkt het niet helemaal. Ik ben eigenlijk altijd aan het, ja, ik noem het ook eigenlijk nooit werk. Ik kan al enorm veel zin krijgen om te gaan schilderen als ik een vader en een moeder en een kind aan een cafetafeltje zie, een ongemakkelijk gesprek zie hebben. Wil ik eigenlijk heel snel naar mijn atelier rennen en dat uitpluizen. Van hoe zit dat tussen die mensen en wat voor kleur straalt dat uit? Dus inspiratie is er altijd. Het gaat niet uit, het gaat niet aan. Het is er. Hoe typeer ik mijn werk in één zin? Dat is onmogelijk. Het kan niet. Dus het gaat over. Ja, er is vast wel een zin van te maken. Het gaat over onderzoek, het gaat over betrokkenheid, het gaat over. Met gepaste afstand de wereld beschouwen en dat vertalen naar beeld.